Na het succesvolle programma Tramsporen, waarin we de 150-jarige verjaardag van onze Haagse tram uitbundig hebben gevierd, kan een serie over de Haagse bus natuurlijk niet uitblijven. Nou is onze bus een stuk jonger dan onze tram, maar hij maakt al 90 jaar lang deel uit van het Haagse straatbeeld. In de driedelige serie Buzz neem ik samen met jullie een flinke duik in de wonderenwereld van onze eigen Haagse bus. In 1924 deed de bus zijn intrede in Den Haag. De eerste stadslijn reed van het Hommemaplein naar het zwembad Zuiderpark. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel bussen ingevorderd door de Duitsers. En bij gebrek aan brandstof reden er nog maar enkele bussen met een houtkachel op een aanhanger. Na de oorlog krabbelde het bedrijf weer overeind. Eind jaren 50 was het busnet weer booming met 12 buslijnen. In alle jaren zijn er heel wat verschillende soorten bussen de revue gepasseerd. Helaas zijn er geen exemplaren bewaard gebleven van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar alles van erna wordt met veel liefde onderhouden door 20 vrijwilligers in het Haagse Busmuseum aan de Parallelweg. Het merendeel echter van die Haagse bushistorie staat opgeslagen in het depot aan de Binkhorstlaan. En bij die pareltjes mag ik vandaag een kijkje gaan nemen. Hier wordt hard gewerkt, zeg. Ja, dat moet wel, hè. Is dat het dagelijks werk? Nee, eens in de week doen we eens in de week. Maar eens. Ik vind het wel heel apart dat ik een dame zie bij een bus. Waarom niet? Het is toch echt een mannending? Nee, vinden wij niet. Wat is nou de leukste herinnering voor u aan die bus? Eigenlijk als we gingen zwemmen dat ik een kinderkaartje kocht en geen volwassen kaartje wat moest. Je hebt eigenlijk een beetje zwart gereden. Ja, maar dan kon ik een Parijse bol kopen na het zwemmen. Een Parijse bol kopen na het zwemmen. Oh, dat is lekker. En die had je dan in de bus op. Terug. Ja, en nu iedereen toch zo aan het poetsen is, kan ik natuurlijk moeilijk blijven kijken. Oh, dat is nog gevaarlijk ook, zeg. Ja. Levensgevaarlijk. En Victor, rijdt deze bus nog? Ja, absoluut. Het is ons paradepaardje. Hier is het ook al mee begonnen. Ah ja. In 1979. 1979? Ja, dit was de eerste bus die we hadden. In het museum? In het museum, oh, ja. Okay. En daarmee is de stichting opgericht. Ja. Ja. Maria, wanneer ben jij aangestoken door het busvirus? Toen mijn man ook hier naartoe kwam. Ja. Die heeft je gewoon meegenomen. Als reserve moest ik even mee voor de verkoop. Ja, en dan blijf je hangen. Is er nooit eens naar om mee achter stuur te kruipen? Ik heb bus gereden. Heb je groot rijbewijs? Nee, dat heb ik niet. Heb je ook stiekem gedaan? Ja. Dus je hebt niet alleen de Parijse bol stiekem gekocht, maar je hebt ook stiekem bus gereden? Ja. Victor, wat denk je ervan? Nou, hij ziet er weer netjes uit. Dus, hij blinkt aan alle kanten. Maar we hebben natuurlijk aan de binnenkant ook nog wel wat te doen. Ja, daar zijn ze ook dus, druk bezig. Er moet nog een beetje gedweld worden. Ja joh, ik ben er nou toch, dus waarom niet? Ja. Dat is echt stoer. Maar ja, kan wel blijven zitten, maar dat schiet niet op. Volgens mij is deze bus nog nooit van zijn leven zo schoon geweest. Dus het is wel tijd voor een lekker bakje koffie. Is het altijd lekker om aan een bakje te zitten? Nou, jongens, proost. Je hebt goed je best gedaan. Ja. Ik ook. Het is bij jou de hele familie busminded, hè? Ja. Mijn jongste zoon zit er, mijn oudste zoon zit daar. En mijn man die is nou even er niet om, maar... Dus de hele familie is in... Bijna hoe gaat het daar thuis? Heb je dan alleen over de bus? Ja, het bus. Ja. Ik heb thuis een hele vitrine vol met bussen. En net zoals daar zo die attributen die erbij horen en dergelijke. Hoe lang werk je als vrijwilliger hier zo? Nou, ik denk toch al een jaar of, zal het zijn, 12 of zo ongeveer. En zo ben je door je man meegetrokken? Ja. Het is niet alleen maar schoonmaken, maar jullie sleutelen ook aan die bus, hè? Ja, dat doen onze kerels. Dat is Peter dan, mijn man, en dan Leo en dan Aad die hierbij loopt. Stopt met zijn stofjasje aan. Ja. Aad met zijn stofjas? Ja, die loopt hier ook rond. Ja, misschien is het wel leuk om straks even met Aad samen een klein kijkje te nemen in de techniek van de bus. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst kennis maken met de langste lijn die we hebben in Den Haag. En dat is bus 23.
En vandaag rijdt op bus 23 Desiree Zandvliet. Ze is al ruim 19 jaar buschauffeur en zelfs getrouwd met een buschauffeur. Lijn 23 is een van haar favoriete routes, want je komt door heel Den Haag. Van Scheveningen naar Voorburg, Rijswijk, Leienburg en naar Kijkduin. Waar komt hij niet, kan je bijna zeggen. We starten in Kijkduin. Morgen. Als je zoals Desiree al 19 jaar op de bus zit, dan maak je wel eens wat mee. Een hoop leuke dingen, dat er iemand binnenkomt met een bos bloemen. Een Surinamer, die wou me meenemen naar Suriname en me leren breien. Maar ja, had pech, ik kon al breien. Bij HTM werken 305 mannen achter het stuur en maar 30 vrouwen. Terwijl een vrouw achter het stuur ook wel zo zijn voordelen heeft. Ik denk dat ze toch iets minder agressief zijn dan bij de mannen. En ik merk dat ik vaak voorrang krijg. En dan is het pauze. 10 minuten nog. En dan doen we de route nog een keer. Maar nu de andere kant op. Dag hoor. We hebben het weer gehad. Heen en terug. Ik heb nu 37 minuten pauze en dan gaan we weer dezelfde rit heen en weer doen. Lekker een peukie, een boterhammetje en dan gaan we weer. In Zoetermeer woont de 51-jarige René Lipman. René is al van kleins af aan een enorme fan van de bus. Dat is een flits dat je hem even ziet. Gelukkig staat er voor zijn huis dan ook een bushalte. Bij dat grasveld zien we hem straks aankomen rijden. Nou, ik denk binnen 5 minuten zal hij komen. En welke bus is het? Lijn 72. Dat is de stadsdienst. Vindt u het prettig dat u bij de bushalte woont? Jazeker. Daar kijk ik altijd naar als de bus langskomt. De manier van rijden, de dienstregeling, de hele logistiek eromheen. Dat vind ik juist interessant. Ja, daar komt hij. Passie. Ja, zeker. Dat is altijd leuk om naar te kijken. En wat helemaal leuk is, dat gaat de bus straks door die dijk heen. En lijkt dit of de bus door de dijk heen gaat. Daar komt hij. Dan gaat hij ietsje naar beneden toe. Omdat hij anders dan met die tanks het brugdek raakt. René kijkt niet alleen naar de bus. Hij maakt ook plattegronden van steden die hij zelf bedenkt. Met een volledig uitgeschreven busplan erbij. Het is ook een eigen fantasiestad. Maar ook de bus speelt daar een belangrijke rol. Ook van die rode lijnen, dat zijn allemaal buslijnen. Vier even kijken, dan was dan bijvoorbeeld zo'n route. Maar dit bestaat dus niet? Nee, het bestaat niet, gewoon fantasie. Dus ik heb met deze kaart een bijpassend dienstregeling gemaakt. Ik maakte het toen helemaal met de hand nog, met de pen geschreven. Dienstregeling te bellen. Dus die routes en de haltenamen zijn gebaseerd op deze kaart. De stad van René heet Likadam. En we gaan eens even testen of de busdienst van Likadam wel werkt. Ik wil met de bus van het centrum van Likadam naar het zuiden. Welke bus moet ik dan nemen? Het zuiden. Dan gaan we even kijken. 71 kunnen pakken. Nou, die gaat maar 1 keer per uur. Dat is telkens om het hele uur. Vertrek van het station, dus 1 of 2 minuten later is hij dan door het centrum. En de stadsdienst, die gaat ietsje vaker. Even kijken, dat is lijn 6. En die gaat elk kwartier zelfs, dus dat is eigenlijk een betere optie. Maar dan moet je waarschijnlijk een stukje verder lopen als je echt helemaal naar het zuiden wil. Naast het ontwerpen van steden en busdiensten heeft René ook een heuse buskamer. Daar zien we zometeen meer van. Nou, hier ben ik nou de meeste tijd mee bezig, tenminste 's avonds en eigenlijk in de wintertijd. Eerst ga ik terug naar mijn oude bus op de Binkhorstlaan. Nou, dit is mijn monument. Hè. Dit is mijn bus, de DAF, de rode bus in de volksmond. Hier ben ik dus mee opgegroeid. En ik zou bijna zeggen, wie niet in Den Haag. En ja, het zou zonde zijn als deze bus niet zou rijden. Dus er wordt momenteel druk gesleuteld. Dus even kijken hoe dat in zijn werk gaat.
Maar het is altijd fijn om even weer terug in de tijd deze bus gewoon aan te raken. Dat is zoveel, ja. Ja, het is nogal wat. Mijn jeugd, dat is mijn jeugd. Hallo. Mag ik je even storen? Zal ik je even helpen? Oh, geweldig, dank je vriendelijk. Hi. Je krijgt vuile handen. Ja, dat geeft niet, helemaal niks. Is het noodzakelijk, het werk als vrijwilliger om deze bussen dan weer bij te houden met de techniek? Het is wel noodzakelijk, ja? Alleen hier doen we kleine reparaties. Ja. Maar hoe zit het dan met de onderdelen van deze? Het zijn oude bussen. Zijn er nog genoeg van handen? Er zijn er zoveel van gemaakt. Dus er is genoeg plenty nog om te vervangen? Inderdaad. Maar ben je ook buschauffeur? Ik ben altijd buschauffeur geweest, inderdaad. Hoe lang? Schrik niet hoor, 42 jaar. Echt? Ja. God zou je ook niet zeggen. Maar je praat er met zoveel liefde over. Nou ja. Het is ook een, is het jouw passie ook? Het is ook een beetje een kindje van ja, is die echt waar? Ja. Als ik nou een deal met je maak, als ik jou nou even help met klussen. Ja. Zou het dan mogelijk zijn dat ik eventjes terug in de tijd ga, dat ik een ritje kan maken in mijn bus waar ik ben opgegroeid? Dat ga ik voor jou regelen. Echt waar? Ja, als jij me nog even sleuteltje 17 aangeeft. Wat zeg je? Sleuteltje 17. Steeksleuteltje 17. Hier is het laatste. Ik heb nog een paar tijrips in de aanbieding. Nee. Raad de pomptang misschien? Kan ik je daar plezier mee doen? Ook niet. Hier is het. Fred, als jij voor mij iets nog wilt doen in het magazijn. Ja. Ligt een bout op de eerste stelling en die heb ik nog even nodig en dan hebben we het probleem zo opgelost. Dat is het enige wat je nog nodig hebt? Ja. Een magazijn, kan een bout ik met een gerust hart op magazijn is? Nou ja, ik ga wel even kijken voor je. Hoe groot moet die bout zijn ongeveer? Hij is ongeveer zo lang. Jeetje. Nou, ga je maar zoeken zeg. Ach. Een verzameling van onderdelen, maar ik zie echt niet een bout. Hij zijn ongeveer zo lang. Even kijken, wat bizar joh. Allemaal lampen. Kijk, nou is hij. Hier hangen echt allemaal authentieke kleding, hè? Ik heb mij het scheen, doe het gewoon. Het is echt oud. Echt, wacht even, hier misschien. Eureka, volgens mij moet dit er zijn. Even kijken of het goed is. Tjonge, wat een bizarre verzameling zeg. Nou Aad, het heeft even geduurd. Geweldig. Is dit wat je bedoelt? Helemaal. Het was geen stelling 1 hè? Het was zeker stelling 2. Het was stelling 6 volgens mij. Ik heb het hele magazijn doorgeploeterd. Ik had meer het idee dat je hem in Timboekie stond bij wijze halen. Nee, want ik leg hier al 2 uur op die grond. Ik heb mijn best gedaan om hem te vinden. En het is uiteindelijk gelukt. Fantastisch. Hij gaat er niet. We zijn weer terug bij busfan René Lipman uit Zoetermeer. René werkt al 10 jaar aan een modelbaan en ook hier speelt de bus een grote rol. Ik heb hier even een buitenstalling gemaakt van bussen uit de jaren 70 en 80. Dit is al een Veolia bus, een geleden bus. Nou, die worden door de grote fabrikant uitgegeven, wel een kleine oplage. En dit is dan de bus die volgens naar Duinrel rijdt, of eigenlijk weer reed, want volgens mij is het ook weer voorbij. Dat is de grijze bolramer, zoals ze bij de NSTA reden vanaf de jaren 50. Tot de jaren 70 hebben ze meegemaakt. En heeft ook nog de gele versie van. Ik ben hier een busje aan het maken. En de bedoeling is dat die bus een beetje opgemeten worden. Want ze heeft de vraag van of dat allemaal goed past. Moet ik ook halteprons maken. Dus ja, die wil wel een beetje natuurgetrouw is. Echt natuurgetrouw wordt het niet. Want de bus kan niet draaien. Het is ook allemaal een beetje krap. Want het is namelijk de bedoeling dat de modelbaan heb zodanig gemaakt. Als je door je knieën zakt, dat je niet op ooghoogte zit. En het is juist leuk als je dan al die koppen van die bussen ziet. En dan geeft dat een dynamisch beeld. Naast de kleine busjes heeft René ook halteborden. Zelfs ook de borden uit zijn eigen jeugd. Deze twee halteborden die heb ik gekregen van West-Nederland toen de tijd. Want ik zag dat halteborden, dat was onze halte Salkenbos in Meerzicht. Dus dat is echt een persoonlijk haltebord. Dat woonde toen de tijd ook direct bij de halte. De bus had helemaal daar opgeheven.
Dus dat betreft hebben we nog geluk gehad. René heeft in de afgelopen 35 jaar zo'n 20.000 dia's geschoten. Voornamelijk van de bus. 23. Met de tweede, of eerste generatie standaard bus. Dit was de bus eigenlijk waar ik vroeger uit mee toen de Sol ging, lijn 26 reed. Dus in 1983 zijn we nu. Er werd lijn 2 in gebruik genomen. Komt de bus er alweer aan? Nee, misschien wel de andere kant. Ja, heel toevallig komt hij eraan. We zijn 71 de andere kant op. We kijken, het is nu 10:30. Het is over een minuut of 20. Dat is lijn 72 weer richting Centrum West. Zo, Fred. Nou, Aad, een stukje nostalgie, hè? We gaan het beleven. Ik heb het je beloofd. Ja. Kijk eens. Ja, ja, waanzinnig. Ja, dit is echt mijn bus. Een van de eerste generatie rode standaardbussen in Den Haag. Dat is een van de eerste? Dat is een van de eerste. Deze bij welke? 1967. Jeetje, was ik 10 jaar. Toen had ik nog haar op mijn hoofd. Ja, en ik ook. Ja, dat bedoel ik. En niet zo weinig ook. We gaan hem opstarten. Dag, schakelaar. Ik vind het zo stoer. Mag je hier staan? Ja, ja, natuurlijk. Maar vroeger mocht dat niet, hè? Nee, maar we maken voor jou een uitzondering. Okay. Voor de streep geen staanplaats. Voor de streep geen staanplaats. Maar ik vind het wel stoer als ik zo mee mag rijden met je. Ja, leuk hier. Wat is nou het mooie aan het vak? Het mooie aan het vak is dat je met mensen omgaat. Ja, je gaat met alle generaties mensen ga je om en gewoon goedemorgen, goedemiddag. Ja, zijn er ook bij die zeggen op de eerste dag helemaal niets en je komt ze 14 dagen later tegen. Ah, aardige chauffeur, dag meneer. Ja, maar dat is leuk. Als ik in de snackbar sta, heb ik ook mensen omheen. Ja, 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 maar dan sta ik het altijd. Ja, precies. Is even anders. Je zit nu het openbaar vervoer. Ja, is anders. Ja, is anders. Hey Aad. Ja? Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik heb nou zo genoten van het rijden in mijn bus. Zou ik misschien eventjes achter de stuurplaats kunnen nemen? Mag ik misschien een klein stukje proberen? Gaan we regelen voor jou, Fred. Echt waar? Komt helemaal goed. Ja, dit is toch ook een jongensdroom voor dit, hè? Echt, ik vond dat altijd zo stoer. En nou zit ik er gewoon zelf achter. Een mooi vak heb ik. Voetje. Ik doe de voet op de rem. Heel goed. Ik hou los de handrem. De handrem los. Tot die uitgesist is. Tot die uit is gesist. En nou verstrek je de versnelling in vooruit. Dus de knop naar voren. Deur sluiten. Voet op de rem houden. Ja. Kenny, maatje Kenny. En nou laat je het rempedaaltje los. Oh, dit is wat jongens. En daar gaat hij. Ik krijg gewoon een fucking bus. Keer hem om. Niet te veel gas geven. Sturen. Ja. Dit is toch gaaf? Ik rijd gewoon in een bus. En geef maar een beetje gas. Geef maar gas. Ja, maar. Zo, en dan laat ik gas los. Dit is en omsturen, gaaf. En omsturen. Helemaal om, hè? Helemaal om. En sneller draaien. Goed zo. Kijk dan, dit is gewoon niet te geloven. Ik rijd gewoon in een bus. Kijk, is dat het? Nou, ik heb nu echt de smaak te pakken. En dat komt mooi uit. Want volgende week ga ik naar het Kloppend Hart van de Haagse Bus in de Telekstraat. En dan krijg ik dus mijn echte officiële rijles. Maar volgens mij gaat dat zo goed. Dan heb ik die helemaal niet meer nodig. Gaat goed, Aad? Buitengewoon. Maar wil je dan niet zeggen dat je met deze bus gereden hebt? Waarom niet?